Welkom terug bij American Truck Simulator. Ik was vandaag van plan om een ander spel te spelen, namelijk Firewatch. Maar ik startte het op en ik kreeg 10 frames of zo. Ik denk, wat is dit? Nou blijkt er een probleem te zijn met de Intel i7 cores en volgens mij ook. Als je op i3 en i5 speelt, dan kan je het spel volgens mij beter niet spelen. En op i7 is het ook heel lastig. En toen heb ik het op low settings gezet. En toen kreeg ik in het main menu 26 frames. Wat nog steeds belachelijk laag is voor een menu. En toen ging ik even in dat spel. Toen had ik echt 15 frames of zo. Toen dacht ik, nou, dit gaat hem niet worden, dus ik ga. Er waren wel mogelijkheden, zeg maar, hoe je dat kan verhelpen. Maar dan moet je dingen installeren en zo, daar heb ik nu even geen zin in. Dus ik. Waarschijnlijk komt er een patch die zou dat moeten kunnen verhelpen. Dus daar wacht ik even op. Dus als je Firewatch wil zien, dan is er een grote kans dat dat binnenkort, of het is al geweest, in het geval dat deze video later online komt. Die kans is best groot, aangezien ik behoorlijk vooruit aan het werken ben met American Truck Simulator. En aangezien ik op dit moment 2 keer per week upload, kan het dus voorkomen dat ik inmiddels die Firewatch video al gemaakt had. Of in ieder geval geüpload heb. Maar daarover genoeg gezegd. Laten we verder gaan met de career mode. We waren. Oh damn, waar waren we? In. In Redding, volgens mij. We kunnen naar Elko gaan. Het is een beetje dezelfde route als in de vorige aflevering, maar het kan. Of naar Ely. Dat is best wel decent. Het is wel een lange job. We kunnen hem zeker doen. Laten we die doen. Alhoewel, het verdient niet echt heel erg. Op dit moment wil ik toch ook wel een beetje geld. Want, zoals ik al een paar keer heb gezegd, als we rond de 50.000 zitten en level 6, dan ga ik mijn eerste vrachtwagen kopen. En we zijn, nou ja, als we 1 flinke job doen, hebben we en 50.000 en zitten we in level 6. Dus ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon een random job doen. Als we gewoon naar prijs gaan kijken. Deze is aardig wat waard. Nee, ik vind het altijd wel leuker om daadwerkelijk in de stad te beginnen waar je ook bent geëindigd. Ik denk dat we deze dan gaan doen. Het is een lange job. Oh, deze is nog beter. Maar het verdient wel aardig. En dan kunnen we in de volgende aflevering gewoon onze eerste vrachtwagen kopen. Dus dat lijkt me wel leuk. Het is wel iets al 500 mijl, jeez. Ik stop het wel allemaal even in één video, in deze video. Zodat we dit kunnen afsluiten en dan in het begin van de volgende video zal ik dan een vrachtwagen kopen. Tenminste, dat is het plan. En dan waarschijnlijk ook mijn eerste job. Waarschijnlijk een korte job. Op het moment dat ik mijn vrachtwagen heb gekocht, zal het al redelijk laat zijn in de video. Want we gaan hem natuurlijk ook een beetje customizen. Op dit moment nog steeds de Kenworth in de leiding. Dus ik ga waarschijnlijk een Kenworth kopen. Uiteindelijk koop ik ook wel een Peterbilt, maar het gaat gewoon even om de eerste vrachtwagen. Uiteindelijk is het doel natuurlijk ook dat je mensen gaat aannemen. Ze aan het werk zetten. En dan moet je ook een vrachtwagen voor ze hebben. We moeten natuurlijk ook daarvoor een garage kopen. Oh, by the way, ik heb een paar mods.
die ik gebruik in deze video. Hoe hard mogen we hier? 5 en 5. Oh, dit is de Peterbilt. Here we go. Ik heb een paar mods. Drie mods volgens mij. De eerste is... de Traffic AI. Je zal meer verschillende auto's zien op de weg. Want volgens mij heeft SCS er echt maar een stuk of 5 of zo in gegooid. Dus ja, het is al wat leuker als je wat diverse diversiteit in de wereld hebt. En een andere mod, ook van Jessicat trouwens, is die zorgt ervoor dat er... Wow, dat was een rare schaduw. Dat er meer verschillende vrachtwagens in het spel rijden. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als... die eerste mod, de traffic mod, maar dan in plaats van auto's, vrachtwagens. Dus je ziet niet alleen maar de Kenworth en de Peterbilt rijden, je ziet ook, weet ik veel, Macs, Volvo's denk ik. Even kijken, dat is een Kenworth denk ik. Alhoewel, nee, ik denk dat ik die mods niet geïnstalleerd heb. Ah. Ik dacht al, ik zie tot nu toe geen verschillende auto's, dus... laten we dat dan even snel doen. Nee, ik wil hem niet per se verlaten. Laten we hem eerst opslaan dan. En dan heb ik nog een derde mod. Nou ja, het voordeel hiervan is dat je ook daadwerkelijk die mods kan zien. Dit is mijn privé-account trouwens. En je ziet dat ik een stuk meer heb gedaan met dit account dan met mijn privé-account. Wat best wel interessant is. Ik heb deze, de Real Gas Stations. Volgens mij is dat niet zo'n hele goede mod. Maar het zorgt gewoon voor dat bijvoorbeeld GP wordt vervangen door BP. Je maakt het gewoon net wat realistischer. Maar ik weet niet of het een hele goede mod is. Ik heb tot nu toe nog niet heel veel van gezien. We moeten natuurlijk eerst bij een tankstation komen. Maar dit zijn dus de Jessicat AI Traffic Pack en de Truck Traffic Pack. Ik was blijkbaar vergeten om ze te activeren. Ze zitten wel op mijn privé-account, daar heb ik ze even getest. Alright. Staan we natuurlijk weer stil midden op de snelweg. Altijd fijn. Deze kan weer weg. We gaan het zien. Ik ga er even op letten. Ja, kijk, daar zie je het al. Dat is volgens mij een Freightliner. Zie je het ook aan de auto's. Dat is volgens mij een auto die standaard erin zat. Is dat een Mac? Weet ik niet. Misschien. Range Rover zat er volgens mij ook al in. Maar ik denk dat met deze mod dat het ook zeg maar logo's heeft gekregen. Dat is sowieso een nieuwe. Zo'n Freightliner denk ik. Ik ben niet zo heel erg thuis in Amerikaanse trucks. Maar ik weet nog wel een beetje dingen van bijvoorbeeld E2 Wheels of Steel. Daar zaten... vooral in Holland en zo, daar zaten echt veel vrachtwagens in. Een stuk of 20. Maar wat wel een nadeel was, was dat... er waren zeg maar iets van 20 vrachtwagens en er waren 3 verschillende interieurs. Dus je had totaal verschillende vrachtwagens met soms dezelfde interieur. Terwijl natuurlijk in dit spel tegenwoordig, terwijl we echt veel te hard gaan. Wow, deze vrachtwagen gaat veel te langzaam. Tegenwoordig wordt natuurlijk alles gewoon realistisch nagemaakt. Kan ik hier naar links? Nee, dammit, ik zag die auto niet door die spiegel. Ik ben niet heel erg tevreden over die spiegel. Ja, laat mij maar eerst. Ik kan er niet echt veel mee zien. Waystation. Hoe vaak moesten we bij een waystation stoppen? Volgens mij echt bijna nooit tot nu toe. Misschien 1 keer of zo.
Kom op. Oké, we gaan er voorbij. Nou, om eerlijk te zijn, hij rijdt wel bijna. Of hij rijdt wel ongeveer 50 mijl per uur. Dus. Zo slecht is het niet, maar hij mag best even doorkachelen. Is dit een nieuwe vrachtwagen? Dat zou best kunnen. Ja, het is een nieuwe vrachtwagen, denk ik. Ja, hij moest even op de remmen stampen, maar we don't care. Ja, dat bord staat schuin. Klein detail. Oh shit. 35. My god. Snelheid, wisselingen. Aan de hand niemand meer in. Omdat ze net zo snel gaan misschien. Goed antwoord. Hé, hey, kijk, dat is een motor. Die zit zeker niet in de standaard versie. Maar ook als ze bijvoorbeeld realistische logo's en dat soort dingen uitkomt. Zoals in Eurotruck. Zoals dat, weet ik veel, Post-it. Is dat Post-it? Is toch een bedrijfje in... In ATS. Post-it. Heet het Post-it? Oh ja, Post-it. Ja, ja. Dat is in het echt natuurlijk. Of, nou, natuurlijk. Dat is in het echt is dat FedEx. En bijvoorbeeld als daar mods voor komen om dat soort dingen te veranderen. Of zoals je bedrijven. Ik ga weer te hard. Man, dit is een Peterbilt. Jeez. Hebben we genoeg fuel? Ja, ik denk het wel. Oh, ik moet even naar de map kijken. Om te kijken of ik dingen kan ontdekken. We kunnen dit stukje ontdekken. We kunnen Fresno ontdekken. Ja, wat we sowieso kunnen doen is dit stuk erbij rijden. Nee, laten we zo gaan. Alright. En dan... Zo. Kleine omwegjes. Niet al te... speciaal. Hier zijn we allemaal nog niet geweest. Oké. Okay. Gewoon even die paar... 0/10 van een procent pakken. 0.10, 0.1. Ik moet zeggen, de frames zijn hier niet geweldig. Maar ja, ik wilde dus Firewatch spelen, maar echt die frames, dat was echt ridiculous. Dat was echt niet normaal speelbaar. Zelfs op de allerlaagste settings. Dus ja, dat plan heb ik even gecanceld. Ik hoop dat er snel een patch komt. Ik las ook dat er aardig wat problemen waren met de PlayStation 4 versie. Dus ik heb hem op PC gekocht. Ik zat een beetje te twijfelen. Maar ik bedoel, volgens mij op PC is goedkoper. En natuurlijk op PC kan je ook gewoon met controle en zo spelen. Dus. Weet je, ik vind dingen op PlayStation 4 vind ik altijd makkelijker. En je hoeft niks in te stellen en dat soort dingen. Je hoeft niet aan de graphics te zitten om meer frames te krijgen, weet ik veel. Het is gewoon, je stopt het spel erin en je gaat het spelen. En ook met opnemen en zo is wat makkelijker. Oeps. Ik
denk dat het meer luiigheid is dan daadwerkelijk logica. Nou ja. Twee politieauto's. Stockton. Criminele plek dit. En men, daar zag zo'n bordje zoals Plaster and Sons, volgens mij. Hebben ze daar een beetje van de, ik kan zeggen, bouwmaterialen. Niet een paaltje meenemen. Nou ja, wel zoiets. Niet echt bouwmaterialen, maar wel iets in die richting. Zoals van die graafmachines en dat soort dingen. Wat is hier veel politie? Ridiculous. En bijvoorbeeld als ze dat zouden veranderen naar, nou ja, weet ik veel, zo'n een realistisch bedrijf zoals, wat is het? Niet Hornbach. Het lijkt er wel op. Nou ja, Hornbach zou wel grappig zijn eigenlijk. Hoibach ofzo. Hoe heet dat bedrijf? Of Bosch. Bosch verkoopt ook wel van die dingen, denk ik. Van die grote graafmachines. Welk merk hebben die meestal? Ik weet het niet. Ik ben niet zo thuis in de graafmachines. Om eerlijk te zijn. Maar het is wel grappig als ze daar gewoon realistische logo's en trailers met die logo's. Als dat een deal of een mod wordt. Die bestaat natuurlijk wel in Eurotruck, maar het komt natuurlijk nu pas een beetje op gang. Alhoewel, volgens mij voordat dit spel al uit was, waren er al mods. Ik vind het wel grappig, iemand had een mod gemaakt om het, dat je niet meer hoeft te slapen, om de vermoeidheidssimulatie, ja, zo heet het in dit spel, om dat uit te zetten. Terwijl dat gewoon een setting is in het menu. Waarom zou je daar ooit een mod voor downloaden? Het is echt ongelooflijk. En ook mods van bijvoorbeeld een beetje de politie uitzetten. Dat kan je ook gewoon veranderen. Niet in de settings, maar wel in de config file volgens mij. Moet je wel even zoeken. Maar ik weet, altijd met die modsites, echt, je komt zoveel spam tegen en dat soort dingen. Dan klik je op download en dan komt er weer zo'n pagina met casino, weet ik veel wat. Het is zo irritant. Gisteren ook was ik volgens mij een van die Jessica-cat mods aan het downloaden. Kwam ik op zo'n een of andere Russische site en ik kon gewoon niet weg. Weet je, als je op kruisje klikte, dan kwam er zo'n pop-up scherm van, wil je, weet je zeker dat je weg wil? En dan klik je op ja, dan ga je gewoon niet van die pagina af. Het is zo irritant. Ik kan daar echt niet tegen, dat soort dingen. Ik vind reclame prima, daar heb ik geen probleem mee. Ik vind het erger als je, zeg maar, heel erg wordt getriggerd om op reclame te drukken, weet je, dat reclame ineens in je scherm opduikt en dat je een heel klein kruisje bijvoorbeeld hebt om het weg te klikken, waardoor je heel vaak gewoon soms onbewust op die reclame klikt en of er is gewoon zoveel reclame op de pagina dat je al heel snel op reclame klikt. Het is zo irritant. Maar het allerergste vind ik gewoon als je automatisch pagina's opent als je ergens op klikt, zeg maar. En dan nog erger is als je dan niet makkelijk van die pagina afkomt. En dan nog erger is als je op die pagina wordt gedwongen om ergens op te klikken. Omdat je probeert die pagina, zeg maar, weg te krijgen. En dan dat je dan een virus op je computer krijgt en dat soort dingen. Dat is echt, nou ja. It's annoying. Maar ja, dat zal denk ik nooit veranderen in deze wereld. Virussen en dat soort dingen. Je hebt soms van die sites die gewoon niet zo heel goed gemaakt zijn. En dan gooi je daar gewoon allemaal reclame op. Wow, oké. Dat was een lag.
Wauw. Holy damn. Oké. Er gebeuren wat rare dingen nu met de frames. Ik moet zo meteen even gaan kijken. Wauw. Oké, dit begint een beetje over de top te worden. Oké, nu lijkt het weer een beetje. Nou, daar weer. Huppatee. Wow, what the hell? En het zit terug. Wauw. Ik denk eigenlijk niet dat dit aan het spel ligt. Oké, het lijkt nu weer een beetje normaal te zijn. Wauw, dat is raar. Dat is echt raar. Gewoon een tijdje dat hij onder de 10 blijft. En inmiddels heb ik een afslag gemist natuurlijk. Oké, never mind. We gaan gewoon rechtdoor. No biggie. Natuurlijk, ik heb vaker gezegd, ik heb geen top computer, sterker nog, het is een laptop. Maar, en zeker als je iets als Fraps of zo gebruikt om op te nemen, dat kost veel, laten we zeggen, energie. Dus ik verwacht ook geen 60 frames per seconde of zo. Maar als het onder de 10 komt, dan is het toch wel heel erg problematisch. Kijk, nu is het gewoon 25. Dat, weet je, dat is gewoon prima. Als het rond de 20 komt, dan wordt het al een beetje meer. Kijk, want normaal als ik zeg maar geen fraps gebruik, dan komen denk ik mijn frames dik boven de 40 waarschijnlijk. Op hoge settings. Dus het, voor de rest, de performance is best wel goed. Niet vergeleken met, of zeker vergeleken met Firewatch. Maar soms. Ooit wil ik gewoon één geweldige computer kopen. Het probleem is, ik heb er voor de rest nog niet zo heel veel verstand van. Dus. Kan je daar of in vertiepen of je koopt een PlayStation. Zo werkt het in deze wereld. Kan dat? Alright. Ik zou er niet aan moeten denken om een om FIFA of zo op een PC te spelen. Dat heb ik wel lang gedaan, maar tegenwoordig lijkt me echt niks meer. Zeker ook nu het steeds vaker voorkomt dat grote spellen zoals, nou ik denk met GTA hebben ze het dan nog wel goed gedaan, maar vooral Ubisoft spellen. Weet je, op de PC zijn vaak ports van PlayStation 4 en Xbox One versies. Sterker nog, volgens mij, iemand zei laatst dat de Ubisoft-baas had gezegd dat het liefst zou die geen games meer voor PC maken. Oh man. 32! Oh my god, ik ga 2. Nou, misschien 3. Ik ging 3 mijl te hard, $1000 boete. Are you kidding me? Wow, veel lawaai trouwens. Ik denk dat dat de buren zijn.
We hebben nieuwe buren. En in plaats van zeg maar een oude bejaarde man, is volgens mij nu een jong gezin. Dus dat. Kleine omschakeling. Die maken wel lawaai, heb ik het idee. En mijn honden zijn daar erg gevoelig voor. Ik vind het echt leuk om daarna te blaffen. Dus ja. Het zou kunnen dat je dat op de achtergrond hoort. Dit is wel een lange job, zeg. Sowieso de langste die we tot nu toe hebben gedaan. Ondanks die boete ga ik nog steeds in de volgende aflevering gewoon een vrachtwagen kopen. Ik zei 50.000 euro, maar bedoel, het kan ook 48.000 euro zijn voordat we een vrachtwagen gaan kopen. Dat maakt nou ook weer niet zo heel veel uit. Oeh, dat was een scherpere bocht dan ik dacht. Zijn we er al eens bijna? Deze weg. Zo leuk. Gewoon weer over de snelheidslimiet. Je moet zeggen, die $1000 boete die was heel vervelend. Maar aan de andere kant, we hebben ook op stukken 65 gereden. En toen kregen we, of zelfs 69 of zo, op de snelweg. Toen kregen we geen boete. Dus wat dat betreft, oké. Okay. Maar ze maken geen gebruik van de 10% regel in dit spel. Je 10%... boven de maximale snelheid mag zitten voordat je boete krijgt. Ik weet niet eens hoe dat in het echt is. Maar het klinkt wel logisch op zich. Volgens mij is het hier gewoon in dit spel altijd als je 2 mijl per uur te. Volgens mij 2 mijl kan je nog te hard rijden, maar 3? Nee, dan krijg je een boete. Terwijl als de snelheidslimiet 30 is. Plus 10% is 33, dus dan zou je nog 33 mogen rijden. Pas bij 34 zou je dan een boete krijgen. Maar ik bedoel, kom op, het gaat om 3 mijl per uur. Dus echt, dat is niks. Dat is echt niks. Nou, oké, het is natuurlijk al meer dan kilometers per uur. Maar het is. Het is gewoon in plaats van 50, 55 rijden. Krijg je daar serieus een boete voor? Ik denk het niet. Het zou kunnen al. Bij zo'n flitspaal zou het nog kunnen, oké. Maar ik bedoel, dit was geen flitspaal, dit was gewoon een politieauto. Die gaat je toch niet helemaal achtervolgen omdat je 3 kilometer of 5 kilometer per uur te hard rijdt. Dat valt om de sterren trouwens. Dat vind ik een beetje overdreven. Alweer zo'n kruising. Ik haat deze kruisingen. Oké. Alright, gewoon een beetje je ballen tonen, hè, in truckerstermen. Gewoon laten zien dat je ervoor gaat. Ah, kijk, hier hebben we een tankstation. Chevron, dat is een echt merk. Normaal staat er Chevron op. Oké, okay. It looks decent. Not bad. Chevron. In Amerika heb je Chevron, Texaco, denk ik, de BP. Ik heb geen Shell gezien. Ik zou het toch wel voorstellen dat ze wel Shell zouden hebben, maar misschien ook niet. Shell is natuurlijk Nederlands. Over brandstof gesproken. En welke heb je nog meer? Volgens mij Gulf heb je ook wel.
Wauw, ze maakt veel lawaai, die buren. Jeez. Ik wist niet eens dat het zo gehoorig was. Maar ik had hier wel even moeten stoppen. Oh man. Kijk die zon. Weer een chevron. Ja, het ziet er best wel aardig uit. Looks nice. Ja, ik zal niet meer zoveel foto's maken als in de 2 afleveringen geleden. Nou ja, als het gewoon heel mooi is, dan blijf ik natuurlijk foto's maken. 2 van mijn hobby's: rondrijden in een vrachtwagen op een computer en de wereld van die vrachtwagen met een virtuele camera fotograferen. Wat wil je nou nog meer in je leven? Kom op, ga naar groen. Kom op. There we go. Volgens mij duurt deze aflevering iets van 40 minuten. Denk ik. Tot nu toe in ieder geval. Dus het valt nog mee. Mijn streven is altijd een half uurtje. Dat vind ik een mooie tijd. In ieder geval voor deze afkomst. Je kan niks zien. Je kan niet zien wat eraan komt. Ja, ik ga eerst. Oh. Sorry. Even wachten, even wachten, even. Alles komt goed. Oké. Niet super ingewikkeld. Dan maakt deze paal het wel wat lastiger. We should be fine. Trailer moet iets meer naar dat vak toe. Ik denk dat hij zo mooi staat. Alright. Even nog kijken. Ah, staat er toch lekker in. 560. Dat is best veel. Bijna 9000 euro. Juist, level 6. Dat is mooi, want dan kunnen we een betere engine kopen. Daarom wilde ik level 6. En als je dat zeg maar meteen bij de aankoop van de vrachtwagen koopt, dan is het ook een stuk goedkoper. Dus vandaar dat ik ook wilde wachten tot level 6. Ik denk dat we kunnen just in time kunnen upgraden. Oké, voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering gaan we dus mijn eerste vrachtwagen kopen. En dat wordt waarschijnlijk een Kenworth. Ik ga zo meteen nog even kijken wat de uitslag is geworden. En dan ga ik hem kopen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.